Ik denk dat ik zo weer mag inhalen. Dat ik law-abiding citizen ben, ik. Dus ik haal niet in op plekken waar het niet mag. Waarom zou ik hier niet mogen inhalen? Ik kan echt daar, die camper, dat is de eerste auto. Nee, die zien jullie waarschijnlijk op de camera niet eens, maar die is echt ver weg. Ik kan het even demonstreren. Kijk, inhalen hier was niet echt een probleem in deze auto. Dus ik ga even door om te kijken hoe ver ik... Dit kan ik allemaal zien. Kon ik allemaal zien. Hier gaan jullie de camper voor het eerst zien. Kijk, dat was dus de tegenligger waarvoor ik moest oppassen met inhalen. Zou dat in de rechtsstaatstation, maar hier mag je niet inhalen. Echt, hou op, schaars. Mijn gezicht blurren, dat we niet weten dat ik het heb gedaan. Kijk jongens, weet je dat het in alle andere klassen eigenlijk ook SUV's is, wat de klok slaat, daar zit de verkoopstijging. Dat betekent ook dat Bentley en nou ja, ook Porsche, dat wisten we natuurlijk al, en Lamborghini, even de stalgenoten maar even noemen. Al die merken gaan SUV's brengen en natuurlijk dan ook Bentley, de Bentayga. We kennen hem al een tijdje. Toch nog goed om weer eens even hernieuwd kennis te maken. En het past mij wel, zo'n auto. Nee, ja, weet je, het is misschien niet de meest mooie auto, maar wel heel fijn als package. Hè. Het zit natuurlijk wat hoger, je hebt de luchtvering, daarmee kan je het terrein nemen, kan je hem wat hoger zetten en zo. Maar je kunt ook gewoon op de weg hem ietsje strakker in de sportstand zetten, wat lager. Ja, het is wel een package die briljant is. Kleur vind ik ook goed. En dit is de variant die ertoe doet. Namelijk de enige variant die je met enig goed fatsoen kan kiezen. Namelijk de V8. Je hebt ook de W12. Maar ja, dat is voor mensen die echt iets te bewijzen hebben. Je weet wel van die grachtengordelmensen die dan echt met een privévliegtuig de hele wereld overvliegen. Nou, je kent het type wel. Dan hebben we de diesel. Maar ja, diesels, dat kan echt niet meer. Dan ben je echt gewoon heel asociaal. En dat is, ja, heeft ook maar 435 pk. En er komt een plug-in hybride. Maar het probleem met plug-in hybrides is dat iedereen dan denkt dat je toch nog een probleem hebt. Eigenlijk die auto net niet kan betalen. En het dus voor de laag bijtelling voor die plug-in hybride gaat. Dat is denk ik niet wat je wil uitstralen als je een Bentayga rijdt. Dus de V8 is de enige versie die overblijft die je kan rijden. Heeft ook een aantal voordelen. Ik kan hem even demonstreren. Ik zal hem even in een sportstand zetten. Blijf je zitten, Martijn. Klinkt beter. Kijk, een W12. Hartstikke mooi. Loopt zijde zacht. Maar ja, hoor je eigenlijk wel wat minder. Dit is gewoon echt een lekkere V8. Klinkt goed. Echt wat lichter in de neus. En dat is altijd het argument wat mensen gebruiken, dat ze de 6-cilinder bij BMW niet hebben gekocht. Of de 6-cilinder bij Alfa Romeo niet hebben gekocht. Of de V8 niet hebben gekocht in dat geval. Die 4-cilinder, ja, dat heb je dan minder onderstuur. Want je hebt minder gewicht op de vooras. Zou je ook meer onderstuur door kunnen krijgen doordat hij geen grip heeft. Maar goed, deze ja, is wel wat dynamischer. Het is wel een auto waarmee je echt wel lekker een beetje kan hoeken. Dat is wel grappig in iets wat toch gewoon echt wel groot, hoog en zwaar is. 2350 kilogram. Maximale treingewicht 3250 kilogram. Dus als je alle stoelen vult, alle bagage meeneemt, nou, alles op het dak schroeft, nou, noem het allemaal op, dan is het echt heel zwaar. Ik laat jullie even de buitenkant zien. Ja, het is niet de meest mooie auto. Hè. Het is wel echt een in-your-face auto. Hij is wel typisch Bentley. Ik heb ook een theorie daarover, is dat al die Uber SUV's van ja, zeg maar de normale merken, die worden eigenlijk allemaal op dezelfde manier gelanceerd. Denk aan de eerste Porsche Cayenne. Dat was heel duidelijk een Porsche, maar niet een heel zeg maar uitgebalanceerd ontwerp. Deze auto, eerste SUV van Bentley, duidelijk Bentley, maar niet een heel uitgebalanceerd ontwerp. Dan hebben we een Lamborghini Urus, duidelijk een Lamborghini, maar echt mooi? Nee. Dus ik denk dat de meeste mensen toch ook wel denken, ja, dit past niet helemaal. Het had net even iets anders gemoeten. Rolls-Royce Cullinan, idem dito. Dus dat is blijkbaar wel een dingetje dat je hem allereerst als
ja, zeg maar, auto van het merk wil neerzetten. En daarna pas zeg maar, een volgende generatie, dat je dan zeg maar, aan zo'n het vormenspel gaat boetseren om ja, het als auto beter kloppend te krijgen. En je ziet het eigenlijk ook bij de Porsche Panamera. De eerste Panamera was ook gewoon een... Klopt niet helemaal. Die auto die er nu is en ook de Sport Turismo, dat worden echt knappe auto's. Waarbij ik niet wil zeggen dat ik niet een eerste generatie Cayenne of Panamera zou willen hebben. Ik vind het nog steeds, ja, gewoon qua prestaties en wat ze ermee hebben gedaan, echt fantastisch. Maar goed, terug naar de Bentayga. Die kleur, ik vind hem echt fantastisch. Zeker ook in combinatie met het interieur. Het is wel een auto. Ik reed even mee door mijn woonplaats, Rotterdam. Je hebt wel de aandacht. Laten we daar maar op houden. Voor zover je dat in een Bentayga überhaupt nog niet hebt, deze kleur, dat werkt wel goed. Dit is overigens een blackline uitvoering. Dat betekent dat zeg maar, alles zwart is hier aan de zijkant. Ook het B'tje. Dit is een omgekeerde B'en. De raamlijsten. En wat weer een beetje jammer is, deze dingen dan weer niet. Die lijst ook zwart. Ik vind het wel een gave uitvoering. Hij zou misschien nog ietsje grotere velgen mogen hebben. Maar het is wel echt een lekker dik apparaat. Niet per se mooi, maar wel dik. Wat ook leuk is, ook hier weer in die koplampen. Het beetje wat daar dan toch in terugkomt. Misschien hoor je het. Hoor dan maar lekker met pulseren. Een V8, dan heb je natuurlijk twee viercilinders als het ware die aan elkaar zitten. Je hoort dat een beetje... Zo pulseren vind ik mooi. Maar even een rondje rijden dan maar, hè. We zijn trouwens op een plek waar Nederland nog meer nieuw land had willen maken. Dit is het Markermeer, hè, hier achter ons. Ja, weet ik, ja, hier. Maar in ieder geval, ze hebben hier een hele grote dijk nog neergelegd. En dit zou allemaal landbouwgrond worden. Maar dat hadden we blijkbaar niet nodig. We hebben genoeg landbouwgrond in Nederland. Want anders kunnen we dit deel nog even leegpompen. En Martijn en ik hadden ook een paar ideeën daarover. Misschien is dan ook een leuk circuit met wat hoogteverschil en zo neerleggen. En een paar interessante wegen met gewoon wat leuke slingers erin en zo. Zodat wij daar gewoon gaaf video's kunnen maken. Zijn jullie ook voor? Ja, dacht ik al. Kijk, we rijden af. Dit is echt een bijzonder bouwwerk. Je ziet een aquaduct, hè? Maar dit is geen aquaduct. Dit is een naviduct. Het eerste naviduct ter wereld. Hier bij het Krabberschans. Dit is net Flevoland. Het is een aquaduct waar in de waterloop dan weer een sluis zit. Nadelen zijn nogal kostbaar om aan te leggen. Goh, je bouwt dus eerst een bak zeg maar, waar je het water doorheen moet doen. En daar ga je dan de sluis op aanleggen. Nou, voordelen vast dat je er makkelijker onderdoor kan rijden. Wij natuurlijk met de auto geen vertraging. Een sluis heeft natuurlijk vaak die sluis open en dan moet je via de andere kant. Het lijkt mij nogal een prijzige oplossing. Wel passend bij deze auto. Dat dan weer wel. En weer naar binnen. En nu over die V8. 4 liter V8. Het is feitelijk het Audi RS6 blok. Wat Porsche ook voor de keer een turbo gebruikt inmiddels. 4 liter V8. Het is een hot 4. Dus de turbo's zitten in de V. En dat, ja, dan moet je best wel een beetje goede koeling hebben. Om dat voor elkaar te krijgen. 550 pk. En ik zit even te twijfelen over de newtonmeters. Maar gelukkig heb ik hier een persbericht. En doet hij ook een beetje zelfsturen. 770 newtonmeter koppel. Echt beest. Ik denk dat deze bus 4,5 seconden naar de 100 sprint. En dat deze bus pas stopt met accelereren als er 290 km per uur op de teller staat. 290. Nou, we zijn speciaal naar de directschip gegaan om ja, die acceleratie, die fenomenale acceleratie eens even te ervaren. En onze geheime dragstrip. Maar ook wel van onze motormatties komen daar ook wel. Maar daar zijn we even gewoon heen gegaan. Want dat is een veilige plek om even van 0 naar 80 te accelereren. Want dat mag daar. En het stamt er absoluut vandoor, maar het voelt wel alsof ja, in de woonkamer, nee, mijn woonkamer zit hier niet zo uit, maar een gentleman's lounge zit. Ja, ik vind dit interieur echt
fenomenaal. Echt briljant. Het enige wat ik zou veranderen, maar dat kan ook gewoon allemaal Bentley. We hebben hier dat walnotenhout, wortelnotenhout, dat is het niet, walnoten. Walnotenhout kan je ook doen volgens mij. Maar echt die twee kleuren leer. Het is linnen, dat is dat lichte. Dat zie je ook hier op mijn stuur, dat zie je hier. En dan hebben we natural tan. En dat zien we dan hier. Hier. En, ik weet niet waar je, jullie op de camera's zien. Oh, hier boven mij. Natural tan. En als je ook de omschrijving leest, dan is de stuurkolom bijvoorbeeld, die is in de kleur, de primary color. En dan het stuurwiel is dan weer in een natural tan. Ik vind het echt zo ontzettend mooi. En als ik het zou omschrijven, joh, je hebt een beetje oranje-bruin leer met wat, ja, iets wat neigt naar wit. Dan denk je dat iedereen vermoedt dat het best wel fout is, maar dit is echt super fraai. Ja, dan andere dingen in het interieur die opvallen. Ja, weet je, die roosters bijvoorbeeld, dat is gewoon echt metaal. En de knop om ze dicht te doen ook, dat is gewoon wel erg mooi. Infotainment scherm, ja, niet helemaal wat je verwacht, denk ik, van ja, in deze klasse. Maar dat is een beetje het probleem wat Bentley en Rolls-Royce hebben. Die willen natuurlijk de beste auto van de wereld maken. Maar we weten allemaal dat de beste auto's in de wereld zijn inmiddels Audi A8, BMW 7-serie, Mercedes S-klasse. Daar gaat gewoon alle innovatie in. Niet lullig bedoeld naar deze auto, want uiteindelijk is het prima. Maar kijk naar een Audi A8 met twee schermen, met gewoon nog mooier touchscreens. Allemaal groter, allemaal beter, allemaal, weet je. En niet dat het een wereld van verschil maakt, maar dit is gewoon oké en mooi en het werkt goed. Verkeersinfo doet hij niet zoveel mee, had ik het idee. Want ik had toch meer vertraging dan dat hij had verzonnen vanochtend. Maar het is niet de nieuwe benchmark. Maar de rest van het interieur, echt ook dat hoogpolige tapijt. Freaking briljant. Echt heel mooi. Eén nadeel van deze auto. 329.000 euro. Als je dat bij de Bentley dealer neerlegt, krijg je een 2 euro muntstuk terug. En waarschijnlijk een kopje koffie met een koekje erbij. Waarschijnlijk wel een lekker koekje. Dat dan weer wel. En ook lekkere koffie. Gebracht door iemand die hartstikke charmant en aardig is. Maar het is wel een bak met geld. En die bak met geld wordt vooral ook erger gemaakt door twee dingen. BPM natuurlijk in Nederland. CO2, want het is natuurlijk enorm. Ik bedoel, je ziet het hier groen worden doordat wij af en toe langs rijden. Maar ook de optielijst. 93.000 euro aan opties op deze auto. Waaronder de Milliner Driving Pack. Waar dan in principe weer een ander stuurwiel in hoort. Maar dit stuurwiel is weer vervangen door dit tweekleurige leerbeklede stuurwiel. Panorama dak. De Blackline spec, waar ik heb het nog. Ik heb hier, wacht, kan ik weer even op zelfrijdend zetten? Zet, hartstikke goed. Het is veilig, hè, dit wat ik doe. Dat snap jullie. Kijk, ik heb hier het lijstje. Body colored lower bodywork, dat is ook niet standaard. We hebben picknicktafeltjes achterin die ook met hout bekleed zijn. Hij heeft de city specification, een touring specification, geen idee wat dat allemaal is. Four seat comfort, ja, dat betekent dat je echt stoelen achterin hebt in plaats van een, ja, zoiets banaals als een achterbank. En die stoelen kan je ook helemaal elektrisch verstellen en hebben ook weer massagestand en ventilatie en verwarming. Het is echt, wat dat betreft, het summum. Ik zou er best mee kunnen leven om deze auto een tijdje te rijden.